Dag dames en heren, van harte welkom bij onze uitzending Op Bezoek Bij. En deze keer besteden we aandacht aan de stichting Estinea en met name aan de locaties in Eibergen. Estinea is een brede organisatie die zich inspant om met mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij het verwerven en handhaven van een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Ze bieden zorgarrangementen die zich concentreren op wonen, zorg, dagactiviteiten en vrije tijd. In Eibergen worden op 4 locaties activiteiten aangeboden en in deze uitzending gaan we een kijkje nemen bij al deze locaties. Ik zit hier naast Ilonka. Ja. Ja. Zo was het, zo heet jij. En wat ben jij nou aan het doen? Kun je me dat uitleggen? Van vogels om te maken. Dan hangen ze een buiten neer. Die kunnen de mensen kopen. En de vogels kunnen dat al beter. En jullie maken ze helemaal. Ja. Ja. En wat zit er nou allemaal in? Wat zit er allemaal in? Laat eens zien. Pinda's al een heleboel. Pinda's, oh, deze kant, ja. Mais. Mais. Kastanje. Eikels. Dat is wel heel werk, hè, voordat je hem klaar hebt, of niet? Ja. Dan heb je niet in de middag klaar, denk ik. Nee. Vind je het leuk om te doen? Jawel. Ja? Met een grote lijmpistool. Ja. Oh, kijk, wat gaat er nou op? Meer mos. Mos. En dat moet er dan tussen? Een stok. Om wat doe je nou dan? Goed vast te drukken. Dan heb je er eerst lijm onder gedaan. Ja. Dan druk je het vast en dan moet je het bijknippen. Ja. Wat maken jullie hier nog meer? Nog andere dingen? Een pindaketting heb ik al gedaan, deze. Een pindaketting? Oh ja. Oh, dat is ook heel leuk, zeg. Vogelhuisjes maken wij aan de andere kant in de Kerkstraat. Dan maak je vogelhuisjes. Ja. Maar daar werk je ook wel, hè? Ja. Wat vind je nou het leukste om te doen? Waar? Wat is het leukste? Of is dat een moeilijke vraag? In de Kerkstraat is het leukste. In de Kerkstraat? En daar maak je vogelhuisjes. Vogelhuisjes. En hout met alles. Alles met hout? Ja. Ja? Ja. Nou, mooi. Ja. Dan werk dan maar even verder, hè? Want ja, de winter is er al zo straks weer. En dan zullen er toch wel een heleboel klaar moeten zijn, of niet? Ja, wel. Nou, in de zomermaanden doen we dus veel werkzaamheden buiten, maar in deze periode, in de wintermaanden, dan gaan we dus bezig met veel binnenwerk doen, omdat dan gewoon buiten te koud is. We werken nu momenteel aan pindakettingen. Hier hangt al een hele voorraad klaar voor de winter. En we hebben net gezien dat beneden Ilonka was dus bezig met kransen bezig. Die hangen hier achter allemaal. Hier hangen dus de kransen waar net Ilonka mee bezig mee aan het werk was. Hier hangt dan een hele voorraad. We hebben een hele bestelling gekregen al van Tobbaat Eibergen voor de winkel. En we zijn nu bezig met de voorraad aan het maken. Want zometeen zijn de kerstmarkten en dan is er ook veel belangstelling voor. Verder liggen hier kabouters, die maken we eigenlijk ook van afvalhout, die maken we gewoon in verschillende maten. En nou, er is ook nog steeds een afzetmarkt voor, dus voor de kabouters die we hier maken. Dus het is ook heel eenvoudig, wat mensen die gaan gewoon schuren en dan zijn enkele die kunnen het verven. En zo heeft elke cliënt eigenlijk zijn taak aan een bepaald product. En zo komen we dan tot een eindproduct, maar waar ze dus eigenlijk allemaal wel een bepaalde handeling in verrichten. Nou, dit zijn dus ook allemaal dingen die hier gemaakt zijn, allemaal voor de dieren, voor de ja, voor de wintermaanden markjes, eigenlijk. Ja, alles. Ja, ja. Oh, ja. En dus ook net wat ik net al zei van die kransen, wat cliënten die gaan kunnen dit gaas knippen, ja. En andere cliënten die kunnen hier weer touw omheen maken en wat cliënten kunnen ze vullen.
En zo heeft elke cliënt eigenlijk toch ook weer een aandeel in een bepaald product. Het is niet zo dat ze dit in zijn geheel helemaal afmaken? Cliënten kunnen dat wel, ja. Maar wat cliënten zijn dan niet, die kunnen dat niet. Heb je heel veel materiaal nodig natuurlijk. En nou zie ik aan de overkant, daar gaan we zo even naartoe denk ik, al dat materiaal liggen. Hoe kom je daar nou aan? Nou, zoals hierachter heb je al berkenhout liggen. Dat is allemaal, we krijgen meestal van mensen die dus een boom omzagen, een berkenboom. Ja. Die proberen we te vragen of wij dat hout kunnen krijgen. Nou, dit is dan ook een product wat we dus eigenlijk maken. Dit is een fakkelblok. Een fakkelblok, ja. Dus wat cliënten kunnen dit gewoon zagen ze op maat af. Mm-hmm. Nou, en dan boren wij daar een gat in. Ja. En dan kan hier dus een aansteek rond in. En dat kun je dan buiten neerzetten. En dan brandt dat blok brandt dus eigenlijk op. Ja, natuurlijk. Dat brandt zichzelf op. Ja. Maar goed, hier staat ook al van alles in dozen. Ja, dit is dus eigenlijk wat we eigenlijk net gezien hebben bij de kruidentuin. Daar staan dus kastanjeboom, eikels. Nou, hier heb je mais. Dit is afval van mais. Ja. Nou, dat vragen we bij boeren op. En dat is eigenlijk allemaal spul wat we eigenlijk uit de natuur halen. Dat krijg je dus allemaal. Dat krijgen wij. Ik kan me voorstellen dat je dat moet kopen. Het gaas moeten we kopen, ja. Ja. Hebben jullie nou elk seizoen hetzelfde of ga je dingen bedenken van nou voor deze winter gaan we eens wat anders maken? Dat lijkt mij leuk voor de afwisseling, maar. We proberen wel elke keer wat nieuws aan te brengen. Wat ik net, die pindaketting, wat we net gezien hadden. We maken ze in het verleden dus alleen een pindaketting. Mm-hmm. Dus puur alleen de lengte van pindakettingen. Nu hebben we het al zo gemaakt dat er eigenlijk ook wat decoratie door een schijfje berkenhout, een vogeltje erbij tussen gemaakt. Maar ons uitgangspunt is eigenlijk van die producten die we maken, dat die eigenlijk ook zoveel mogelijk door de cliënten worden gemaakt. En, dat hun uiteindelijk maken. En niet, dus je kunt niet al te ingewikkelde dingen gaan maken. Nee. Dat begrijp ik. Nee, ja. Het is gewoon zo, het moet zo zijn van dat hun eigenlijk het werk, dat ze het zelf doen. En dat wij dus daarbij ondersteuning geven. Ja. Wat is dit? Dit is gewoon een klompje. Ja. En dan krijgen we ook, dat is ook een afvalproduct, want die is afgekeurd door de klompenfabriek. Dus dat wordt aan ons geschonken. Nou, wat gaan wij doen? We gaan er gewoon een cliënt kan er een gaatje in prikken. Nou, doet er even een wilgenteentje in. Ja. Nou, even een haakje met een touwtje. Nou, zometeen dan komt hier vet in. En dan kun je buiten neerhangen. En dan kunnen de vogels van... Oh, dat stokje is bedoeld om de vogels... Ja, dan moet de vogels om zometeen het vet eruit te pikken. Ja, nou, dat zijn er gewoon... wie heeft die ideeën dan? Nou, dat doen we eigenlijk met z'n allen hier. We werken hier met 3 collega's. En en één die brengt materiaal mee en de ander die bedenkt weer wat. En zo zijn we eigenlijk daar steeds mee bezig. Ja. Je hebt daar nog wat liggen? Ja, ik heb hier nog wat liggen. Daar is eigenlijk ook iets van, ook gewoon heel eenvoudig, van gewoon een afvalstukje hout. Nou, en dan kan dus een cliënt kan daar even een vlammetje zagen. Nou, dan kun je zo meteen mooi in een... in een kerststukje zetten. En die verkopen we dan per 3. Ja. En wat mensen vinden het heel leuk. En als decoratie. Maar dat ligt ook allemaal in de winkels? Nee, dit wel, maar wat producten eigenlijk niet. Nee. Maar dat doen we gewoon alleen maar gewoon puur voor de kerstmarkt. En goed. Dat ligt ook aan wat de vraag is. Dus we maken soms wat en dan... Soms dan is er heel veel vraag naar, dan kunnen we uiteindelijk niet zo snel bolwerken. Dat is precies hetzelfde met die kransen ook. Ja. Hè? Ja, dan moet je dus op tijd mee beginnen. Want als de winter komt, dan willen de mensen graag wat buiten neerhangen. Ja. En er zit toch wel redelijk veel werk in. Dus, Dank je wel. Mariska, ja? Mag ik jou even onderbreken met wat je doet? Ja? Wat ben je nou precies aan het doen? We zijn aan de voorbereiding voor mensen voor geen bejaarden. Bejaarden hebben ze hier een klein winkeltje. Ja?
Je kunt ze niet naar de supermarkt. Dat is te ver weg, hè? Te ver weg. Nou, maar hebben ze gezegd van de mensen, kunnen ze maar hierheen en je kunt ze hier verkopen. Maar we zitten hier in het verzorgingshuis de Meer. Het verzorgingshuis van de Meergade. Van de Meergade. En wat doe je dan precies? Want je bent nou... Het is nou bedoeling dat de oude producten naar voren halen. Ja. En nieuwe producten naar achteren. Oh, dus mensen moeten eerst het oude kopen? Ja. Maar stel als er mensen andere mensen zijn, veel gaan kopen, kunnen ze wel verkopen. Dan pakken ze achteraan plaats van voor. Ja, en dat moet niet. Spiegel. Spiegelen heet dat. Goed zo, joh. Ik leer nog maar. Maar je maakt er ook prijsjes op. Ja. Mariska, hoe lang werk je hier nou al? Ja, heel lang. En heb je dat zelf uitgezocht? Heb ik dat zelf verkozen. Zelf gekozen? Ja. Binnenwerk. Veel mensen met heel veel met de andere hand stimuleren. Ja. Anders blijven we nog op één plek. Hè. En dan als de anderen zeggen, joh, doe je wel dierenverzorger, doen wij niet. Nee. Dus ze allemaal vrijwillig. Ja, maar wat doe je dan de andere dagen als je aan niet hier bent? De andere dagen ben ik vier dagen. Twee dagen Rijmelink. Ja. En twee dagen op Kerkstraat. Op de Kerkstraat? Ja. Dus zo is de hele week vol? Ja, behalve woensdags. Heb je dat vrij? Woensdag ben ik altijd vrijwillig. Ben je thuis? Thuis. Ineke, we hebben net Mariska aan het werk gezien. We hebben ook met Mariska gesproken. Zij houdt hier eigenlijk een beetje de dingen bij. De vulling, zeg maar, van de schappen. Klopt. Ze heeft er een boel zelf over verteld, maar ik wil toch ook nog even aan jou vragen. Wat is nou het belang van het werken van bijvoorbeeld Mariska in zo'n winkel? Het is zo dat Mariska zelf met de vraag kwam, ik wil graag meer dan het werken binnen het dagcentrum. Het is niet om te zeggen of het meer of minder waard is, nee. Dat maakt niet uit. Maar er zijn mensen die zeggen, ik heb er niet genoeg aan, ik wil toch nog wat meer. Dan komen de mensen bij mij terecht en de meerwaarde aan een werkplek buiten de deur is met name de contacten die buiten de deur ontstaan. De wereld wordt groter, je hoort erbij en je doet dingen die belangrijk zijn. Ja. Kijk, is de winkel niet aangevuld, kunnen de mensen geen artikelen kopen en zo werkt dat. Ja. Zijn de prijzen verkeerd, krijg je daar weer problemen ook mee. Dat. Maar dat is natuurlijk denk ik niet voor iedereen geschikt. Om zo'n plaats buiten het dagcentrum? Nee, ik probeer wel plekken te zoeken en het werk aan te passen naar het kunnen van degene die op de werkplek werkt. Dus dat is de kunst van mij, van hoe probeer ik dat, hoe kan ik dat goed passend maken. Zijn er meer die dit soort doen? Ja, we hebben op dit moment een 15-tal mensen die buiten de deur werkzaam zijn. Bijvoorbeeld als? Er is iemand die werkt in een supermarkt. Voor 2 dagen in de week en de andere dag één dag. Er is iemand die werkt op een kinderopvang 2 dagen per week. Er zijn mensen die op boerderijen werken. Mensen op een school. Ik heb ook gehoord dat iemand als vrachtwagenchauffeur mee. Klopt, die gaat mee als bijrijder. En dat is eigenlijk zijn ding die week. Dat is heel belangrijk. Het varieert van 1 ochtend tot 4 ochtenden in de week dat hij meegaat, afhankelijk van de werkdrukte. En hij weet exact van, dat is thuiswerk wat hij aflevert, van waar hangen de sleutels, waar kan ik terecht, waar kan ik het pakken en levert het af en neemt het andere werk weer mee wat klaar is. Dus gewoon geweldig, ja. Belangrijk dus. Belangrijk, en je hebt wat te vertellen als je thuis komt, hè. Er staat geen verdienste tegenover, hè? Wij gaan ervoor dat we zeggen van, als het mogelijk is, kan het een betaalde baan worden. De eerlijkheid gebiedt dat niet veel mensen daar dat halen, maar dat is ook eigenlijk van minder belang. Het is wel zo als mensen natuurlijk een bepaalde productienorm halen, dat je ook zo eerlijk moet kunnen zijn om te zeggen van wat staat daar tegenover. Haal je een bepaalde norm, dan zou er een vergoeding tegenover kunnen staan. Ja, maar dus daar gaat het in wezen niet om. Het is wel ons doel. Dan moet ik, dat wil ik toch wel benadrukken, dat het ons doel is. Maar de meerwaarde wat je eruit houdt is gewoon veel meer dan alleen het geld. Zeker weten. We zijn inmiddels naar de derde verdieping van het verzorgingshuis De Meergade. En ook hier is een afdeling van Estinea. Lisbeth, leuk dat we ook hier mochten komen kijken. Kun je iets uitleggen wat jullie hier doen?
Dit is een cluster waar niet echt zozeer gewerkt wordt in die zin zoals in die andere clusters. Mm-hmm. Het is meer een beetje aanpassende werkzaamheden aan de hulpvraag van de cliënten. Wat vinden ze leuk om te doen? Het is niet helemaal een soos, maar het is een beetje soosmatig is het wel. Dus dat er wordt gebreid, er wordt getekend, geprikt, gepuzzeld. We doen de muziek, de muziekdoos staat er nog. Lisbeth, we zitten hier naast, hoe is zijn naam? Alfred. Alfred. En wat doet Alfred? Want we hebben straks in de Kerkstraat... Clip maken. Nou, hij zegt het zelf wel. Ja, je hoeft het niet meer te vragen. Hoe doe je dat dan? Met zo'n apparaat. Ja. Spijker erin. Spijker erin? Spijker erin, ja. En dan? En dan klik ik het vast. En dan is het klaar. Ja. En moet je daar het hele doosje van volmaken? Die gaan naar de fabriek heen. Gaan die naar de fabriek? Ja, wat klaar komt, komt klaar. Hè? Het is niet zo dat het speciaal aantal... Vind je het leuk werk dan? Ja. Ja? Heb je vandaag nog wat anders gedaan als die... Therapie en dat. Smorgen zijn. Fysiotherapie? Of niet, ja. Alfred? Vanmorgen. En wat hebben we vanmiddag eerst gedaan? Muziek. Ja, dat doen we dus ook. Dat lijkt me ook heel leuk om met z'n allen muziek te maken, of niet? Ja. En doen jullie dan allemaal mee? Dat is wel de bedoeling, of niet? Ja. Mensen. Ja. Gezellig zingen en met die instrumentjes muziek maken. Zou jullie dat voor ons nog kunnen doen? Wat denken jullie? Moeilijk? Dat kan. Oh, nee. Ah, jawel. Ah, ja. Ik doe ook instrumentjes. Heb je ook geen instrumenten? Nee, alleen zit. Jou straks ook al heel erg bij de muziek gezien, hè, Ellie? Ja. Maar toen wilde je snel weer breien. Waarom? Vind je het leuk? Ja, wij. Doe je de hele dag breien? Ja. En wat wordt het dan? Een jasje. Een jasje? Een jasje. Een das? Ja. En voor jezelf? Ja. Ja? En heb je zelf die kleur uitgezocht? Ja. Ga je nou ook nog weer met die andere kleur breien? Nee, nee. Ja, maar niet meer met die paarse. In de paars, ja. Dat is paars, ja. Ja. Ja, ik breng je in de war, denk ik, of niet? Of dat kun je zo wel. Ja. Nou, gaat hartstikke goed. Ja. Ja. Hondje. Ja. Knip het uit. Knip je die uit? Ja. En wat doe je ermee? Dat spaal ik. Zo. Ik ben een gek voor honden. Ja? Ja. Allemaal honden? Alle honden. Kan alleen wel. Mami. Sam. Sam. Ja, Sam. Ja. Ik vraag eerst aan Lisbeth of uit mag geven, maar ze zegt Lisbeth, dat is wel goed. Of ja, zegt ze dat. Niet bij de handschaven maken. Kan dus van de hond. Ik heb ook boek van de overhond. Heb ik ook. Ja. Ja, grappig.
Bedenk je zelf wat voor kleur je dat gaat doen? Of staat er nou een patroon op? Nee. Nee? Je doet zomaar wat? Nee. Of niet? Ja, dat is wel helemaal. Ik dacht voorbedrukt was of zo, maar dat is dus niet zo. Ga je nou dat hele vlakje opvullen met rood? Hé, hey, oeh. Mijn hand opgeeft niet. Wordt die helemaal rood? Hé. Hey. Hey. Doe maar elf, op meezingen. Doe maar. Dan gaan we Harry bedanken dat hij jullie zo mooi filmt. Zullen we doen? 1, 2, 3. Harry bedankt. Harry bedankt. Harry, Harry, Harry. Wat ben jij aan het doen? Weet je niet? Oh, jawel. Weet je vast wel. Wat ben jij aan het tellen? Zakken. Zakjes, goed zo. Yeah. En wat moet er in die zakjes? Mes en vork. Mes en vork. Ja. En de lepel, ja. Ja. En waar is dat voor? Voor de meergaren. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Je hebt het al bijna klaar nou, hè? Oh. Ja, dat is wel. Het hele stok moet vol, hè? Nee, dat is wel. Ja. En elk gleufje erin? Ja. Mag je er eentje overslaan? Nee. Dat mag niet, hè? Geen. Nee. Oké. Mathilde, wat ben jij aan het doen? Een spijkerclips. Spijkerclips. En wat doe je met die spijkerclips? Opzetten. Opzetten. En waarom doe je dat? Mathilde, moeten al die stokken vol? Ja. Al die stokken moeten vol. En als je die stok vol hebt, hoeveel, waar doe je het dan in? Als je al deze vier stokken vol hebt, waar doe je het dan in? Een doos. Goed zo, dan doe je het in een doos. Ja. Heb je alle stokken al vol? Hallo, even luisteren. Vertel hè. Heb jij alle stokken al vol? Zijn deze alle vier vol? Ja. Deze ook? Volgens mij moeten daar nog spijkers aan. En hoeveel zijn er dat als ze alle vier vol zijn? Hoeveel spijkerclips hebben we dan? Is dat 100? Klopt dat? Ja. Ja? Ja, dat klopt. 100 spijkerclips hebben we dan. En dan moeten er 100 in een doosje. Ja. Ja, dat klopt, hè? Nou, goed zo. Mag je verder gaan? Jacqueline, we zagen net dat dit in elkaar wordt gezet door René. René.
Je kunt hem zelf even niet vragen, dus ik ga naar jou toe. Wat is dit nou precies? Want het is best ingewikkeld om het in elkaar te zetten. Ja, René vindt het heel leuk werk. Dus een schroefje indraaien. Ja. En dat moet wel op een goede manier gebeuren. En het zijn verwarmingsbeugels. Worden die aan de verwarming gehangen dan? Ja. Dit is een onderdeel waar de verwarming dus aan komt te hangen. Ach zo, ja ja. En dit wordt... En hij moet dus die schroef erin zetten? Ja. Dit en... bovenop en dit eraan vastklemmen? Ja. Dus je ziet zijn allerlei verschillende onderdelen. Ja. Even kijken. Ja, even kijken. We hebben dit onderdeel. En deze. Het schroefje. En dan schroefje. Op... En er zit nog een plaatje. Dan de beugel. Ja. En nog een onderdeel. Dus dit zijn de onderdelen. En die moeten op deze manier in elkaar worden gemaakt. En hebben we daar een mal voor. Een mal is een hulpmiddel. Mm-hmm. Zodat hij het werk alleen kan doen. Ja, anders zou je misschien niet weten hoe het precies in elkaar allemaal zou moeten. Hè? Ook. Maar dat wordt dan ook weer gemaakt door mensen van jullie? Zo'n mal? Of... Ja. En dan zeg je van nou, ik heb zoiets nodig, zo'n mal, hè, om dat in elkaar te kunnen zetten en dat wordt hier dan door iemand gemaakt. Ja, we krijgen vaak werk aangeleverd van bedrijven en dan is het handig om dat de cliënt het zo zelfstandig mogelijk kan. Ja. En dat de cliënten vaak niet, bijvoorbeeld niet kunnen tellen, maken we een telstok waar dus of 100 clips op kunnen of 50 zakjes in kunnen. Zoals we straks ook gezien hebben. Zoals we straks gezien hebben. En we hebben een handige collega in het hout en hij maakt het voor ons. Ja. Ja, Pietie, wat ben jij aan het doen? Stikken werken! Stekkertjes maken. Jij bent stekkertjes tellen, hè? Stekkertjes hier allemaal in doen, hè? Ja. Ja. En als de hele plank vol is? Ja. Niet zie, als de hele plank vol is, gaan ze in een doosje. Klopt dat? Ja. Ja. Nou, laat maar zien. Doe maar in een vak. Goed zo. Praten? Ja, ik ga praten. Wie dacht je dat? Nee, jij mag gewoon even werken. Ja, goed zo. Weer eentje. Nog één. Anneke, wil je een spijkerclip stellen? Ja. Ja, laat maar even zien aan die meneer. Hoe doe je dat? Goed zo. De stok al bijna vol, hè? Ja. De stok bijna vol en dan gaan ze... in het doosje. Ja, eerst eentje. Eerst aan eentje aan de stok. Ja, goed zo. Zo werkt dat. Wat ga je doen? Koffie. Koffie. Koffie drinken. Oh, het is 2:30. Ja, dat is weer heel belangrijk, hè? En hoe smaakt de koffie? Lekker. Zo, Anneke, ook koffie? Koffie? Ik sta naast Herman. Jij bent begeleider hier op de afdeling hout van de cliënten. We hebben een heleboel gezien over wat ze met hout maken, wat ze er allemaal mee doen. Maar hoe kom je nou aan al dat hout? Want ik neem aan dat er geen geld is om dat allemaal te kopen. Nou, er is wel geld voor hout, maar we krijgen ook een heleboel van fabrieken en zo die hout over hebben.
In Varswelds in de fabriek, Lundia, ja. Daar kunnen we hout halen. En in Zelm, Nienhuis. Dat is allemaal, dus allemaal af en toe wat zij aan afval hebben. Halen we, we kopen ook zelf bij de groothandel. Dat je echt grote platen moet hebben, ja, die moet je bij de groothandel kopen. Ja. Maar verder proberen we ja, toch wel veel aan, ja, aan afvalhout te komen. Bijna van iets wat we maken. Ze zijn daar ook wel graag toe bereid, ja. Denk ik. Hè? Ja, ja. Tenminste, dat kan maar ik me bij zo voorstellen. Bij de Lundia, daar gaan ook veel scholen naartoe. En die hebben ze af en toe één keer in de week kun je, daar een, kun je hout halen. Ja. Nou, je moet je een klein beetje voor betalen natuurlijk, maar dat is niet zo. Toch wel? Ja, 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 ja. Kun jij mij vertellen wat jij hier aan het maken bent, aan het doen bent? Wat een vogel, vogel is een huisje, een vogelflessen. Een vogelflessenhuisje. Ja, en wat doe jij daaraan? Wat maak jij? Wat gemaakt. En dan komt de dierenrand van hier. Ja. Voor het zaden die wegvalt. Plastic moet hier niet in. Daar moet de fles in? Ja. En wat zit er in die fles dan? Zaad. Zaad. En dat valt er dan uit en dan kunnen de vogels dat. Maar heb je dit ook zo helemaal gemaakt, wat hier ligt? Wat heb je daar allemaal dit bovenop gemaakt en dat? Dit hebben we eerst gedaan. Ja. Anders kom je hier niet meer uit. Nee. En dan? En dan kun je zo van om. En dan kun je dit en dit met de dakken weg. Dit moet tegen de dakken zetten. Ja. Nou, zo helemaal klaar, Raymond. Ja, maar nu komt ze meteen de onderkant van de bodem. De onderkant van de bodem. Kun je die andere, die is klaar, hè? Kun je die even laten zien? Hoe die daar ligt. Ja. Ben jij hier nou elke dag? Ik ben hier 3 dagen nu. En hoe is dat nou om deze cliënten te werken? Ik vind het gewoon heel leuk. Maar het is natuurlijk ja, het is verschil in welke klussen je zit. Hè. De een ligt hout bij de ander, de industrie en de ander gaat weer naar de winkel en ja, zo. Maar, dus... ik neem aan dat jij technisch bent op dit gebied. Ja, ik kom van vroeger uit de bouw. Uit de bouw. Zij zijn dat toch een heel stuk minder. Ja. Kun je dan jezelf aanpassen aan ja. Wat zij kunnen maken of vraag je soms te veel? Misschien vragen we wel eens te veel, maar dan moet je toch voor oppassen. Dat is niet overvraagd. Ik bedoel, het is, je moet gewoon aanpassen wat zij kunnen. Ja, ik bedoel, de een kan schuren en die kan niet zagen, de ander kan weer zagen en de andere kan dit weer. We hebben er ook enkele die kunnen met lintzaag zagen, maar dat blijft dan altijd bij staan, want ik vind het toch een beetje gevaarlijk om er alleen te laten. Te gevaarlijk, ja. Sta je nou bij Gerwin, hè? Dat heb je me net verteld, zo heet je. Ja. En dan gaan we het even over die blokken hebben. Wat moet dat worden? Dit zijn speelgoedblokken voor kleine kinderen. Speelgoedblokken, daar kunnen ze dus van alles mee bouwen. Ja. Nou zie ik hier iets en dat doet mij aan vroeger denken. Dat staat er boven op een huisje. Ja. Zou dat kunnen? Ja. Ja? Ga eens wat maken daarvan, als je het kunt. Dat is wel heel mooi spul, hè? Ja. Wordt dat nog geverfd of zo? Krijgt dat nog een kleurtje? Nee, wordt allemaal verkocht. Wordt verkocht later? Ja. Oh ja, kijk, daar heb je al een hele mooie poort, zie je hoor? Ja. Prachtig. Dat kun je ook nog met die ronde dingen doen, denk ik. Een poort maken. Ja. En
wat doen jullie daar verder aan dan? Moet jij daar nog wat aan werken? Aan schuren, de scherpe tandrafaal. Oh ja, dat is voor die kleine kinderen natuurlijk ook beter, hè? Ja. Dus jij schuurt het en dan is het klaar. Ja. Dat past niet. Nee. Nee. Dat is te klein. Zo is het ook opgelost. Dan heb je een vast aantal producten die hier gemaakt worden. Daar zal ook wel eens weer iets nieuws bij komen. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat komt via allerlei mensen komt dat binnen die vragen van kun je hier er 50 van maken of daar 200. Maar waar komt dat nou bijvoorbeeld vandaan? Ja, dit maken we voor de gemeente Berkelland. Dat is dat tangraam, dat wordt. Ja. Daar kun je allerlei figuren mee maken en dan moet je dan in die doos. Wat gaan ze daar dan mee doen? Ja, dan kun je. Ja, wat gaan ze ermee doen? Dit is voor personeel en dan kun je zien dat je een bepaald ding niet op één manier kunt. Maar dat je meerdere ideeën en mogelijkheden hebt om iets te maken of iets uit te voeren. Nou komt er zo'n vraag. Jij bekijkt eerst of dat kan hier, of dat gemaakt kan worden. Dan moeten ze dat de cliënten, moet je dat gaan leren. Ja. Is dat moeilijk? Daar ga je mal van maken. Nou, het ligt eraan. Ik bedoel, dit is allemaal houtzagen, dus dat zijn allemaal stukjes zagen. Dat kunnen ze gewoon met die verstekzaag. Dat maakt dan niet uit. Ja. Ik bedoel, dat zet je op die maat en dan zagen zij het gewoon af. En de een en dat heeft dat sneller in de gaten dan de ander natuurlijk. Ja. Kun je, gaan er ook producten die niet meer, want jullie werken echt vraaggericht. Dus. Vraaggericht. Als het product niet meer er niet genoeg van verkoopt, dan stoppen we het. Het is toch wel commercieel dus. Ja, dat wordt wel een roeping. Het is niet alleen maar vreugelen of wat. Het is echt wel, je moet echt wel productie maken. En zij vinden het gewoon leuk dat ze iets nuttigs maken. Dat het verkocht kan worden en dat er andere mensen blij mee gemaakt worden. Dat kan ik me voorstellen, als je alleen maar dingen zit te doen. Om nee, dat is nutloos. Dat doen wij niet graag, maar dat doen zij ook niet. Nee. Heb je nog een idee van wat er nog binnenkort aan gaat komen? Ja, we moeten nog tafeltjes maken voor iemand uit Ruurlo, 15 ronde tafels die met een ijzeren poortelon die zo in de grond kunt zetten. Die kun je naast je lichtbed zetten en daar kun je drank op zetten. Dus dat is ook een leuk product. Ja. En zo, het komt ook van particulieren af die zeggen van ik wil dit of dat nog. Dat is, zijn jullie nou goedkoper dan dat ze dat elders zouden? Nou, dat weet ik niet. Sommige dingen niet. Want sommige dingen zie je wie in de bij een karwei of zo koopt, daar kun je gewoon niet tegenaan. Daar kunnen wij het ook nog niet voor. Nee, daar kun je gewoon dat is niet. Mensen moeten er ook ideeën van hebben. Wij komen daar bij die mensen, dat is leuk. Okay. Maar sommige dingen die zijn gewoon, daar kunnen wij het niet van maken. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van onze uitzending Op Bezoek Bij. Waarbij we kennis hebben laten maken met de 4 locaties van Estinea in Eibergen. Waar cliënten aan dagbesteding doen. En op velerlei gebied, zoals u heeft kunnen zien. We hebben alle 4 locaties bezocht. En wij danken natuurlijk de medewerkers, de cliënten, zowel van Estinea als de begeleiders. Volgende keer weer een ander Op Bezoek Bij. Hopelijk tot dan. Dag.